Elke jaarwisseling is het een puinhoop. Ja. Elke keer weer. Ja, politie die wordt aangevallen en die wordt bekogeld met vuurwerk. Ja, brandweerlieden worden aangevallen. Ambulancepersoneel. Ja, het is ongelooflijk. Het is echt Nederland op zijn aller slechtst. Ja. En dat duurt nu al, ik weet niet, 20 jaar, 30 jaar is dit al aan de gang. Elke keer is dat oudejaarsnacht is één grote klerenzooi. En we doen er niks aan. We doen er gewoon niks aan. We kijken, maar dat komt dan geen handhaving, geen politie genoeg. Ja. Ga maar op de A10 staan. We hebben geen politie genoeg. Ja, je mag geen vuurwerk afsteken in bepaalde plaatsen. Laten we toch gaan. Laten we toch toe. Geen politie genoeg. En ook met oude jaar. Ja, we doen het. En we willen het niet verbieden, dat vuurwerk. Ja, maar oh, dat kost zeteltjes. Ja, dus dat doen we niet. Laat maar gaan. En zo gaat het maar door. Ja. En dan hebben we nu weer die verschrikkelijke oude jaar gehad. En met 2 of 3 doden, weet ik veel. En wat lezen we dan? Wat de politiek zegt. Dan moet je kijken, de Dylan, wat die zegt bijvoorbeeld. Die zegt dan, ja, dit mogen we nooit accepteren. En dan mogen de mensen die dat doen, die mogen daar niet mee wegkomen. En dat is het dan. Dat is dan de reactie van de politiek. Nou ja... Hoe slap wil je het hebben? Dit is alleen maar een beetje, ja, een reactie van helemaal niks gewoon. Ja, en eigenlijk doet Wilders hetzelfde. Want Wilders die zegt ook van, ja, we moeten ze aanpakken. Ja, we moeten ze aanpakken. Ja, dat begrijp ik ook nog wel. Ook vaag, kom niet met oplossingen. Laat het ook maar een beetje lopen. Terwijl ik dat juist nu zou verwachten van hem. Van kom op, we komen met ideeën en we gaan dat nu eens een keertje veranderen. En dan heb je als grootste giller uit de politiek, dan komt Omtzigt. Heb je Omtzigt? Nou, niet te geloven. Daarvan zegt iedereen, nou, die is zo serieus, die Omtzigt. Omtzigt die zegt, ja, we moeten op oudejaarsnacht... moeten we de mensen gaan verbieden om bivakmutsen te gaan dragen. Haha, ja, dat, maar heel serieus, hè? Dat zegt hij dan. En dat is dan de oplossing voor al het geweld en die puinhoop bij de jaarwisseling. Dat is dan de oplossing van Omtzigt naar vrienden. Oh. Nou, zet je maar schrap, hoor. Volgend jaar, jaarwisseling, precies weer hetzelfde liedje.